Het experiment met het wandelende Dordtse bewegende bos zal niet meer ingezet worden als verkeerswerende maatregel. En in ieder geval vertrekken uit de Prinsenstraat. Dat liet wethouder Van der Linde weten in antwoord op vragen uit de gemeenteraad over de verkeershinder die de bomen veroorzaken. Het bewegende bos bestaat uit bomen op tournee in grote bakken om mensen bewust te maken van natuur en biodiversiteit. Op ons eiland en beter voor Dordt stelde vragen naar aanleiding van de gevaarlijke situatie die ontstond in de Prinsenstraat nadat de bomen daar neergezet waren. Wat heeft u gezien? Nou, dat echt mensen op een loopje moesten nemen omdat ze door een auto werden overreden. Die auto's die gingen de stoep open. Die wisten gewoon echt niet waar ze naartoe moesten. Het was ook slecht gecommuniceerd vooraf, dus iedereen werd ook een beetje overvallen. Zelfs de bewoners die 2 dagen van tevoren pas een brief kregen werden overvallen van dat dat bos daar staat. Dus ja, eigenlijk kan dit. En beweegt ook nog, hè? Ja, ik heb ook gehoord dat er een nieuwe politieke beweging is opgericht. De BBB is ook nu bij ons aan boord. De beweging, bewegende... Ja, wat was het ook alweer? Ja, bewegende borstbeweging. Ja. In plaats van dat er onveilige verkeerssituaties worden weggehaald, worden ze juist gecreëerd. En dat vinden wij jammer om te zien. Wethouder Rick van der Linden gaf toe dat het in de Prinsenstraat niet goed is gegaan. Je ziet namelijk ook dat het voor mensen verwarrend is van, hey, waar gaat het nou over? Is het nou voor meer groen? Nee dus, niet per se op deze plek. Of is het iets anders? Nou, het gaat hier om de verkeersveiligheid. Mooi die bomen, maar om de verkeersveiligheid in de toekomst worden het andere manieren om het verkeer te begeleiden. Nou ja, of we moeten er veel meer communicatie mee doen, maar ik denk dat we gewoon wat klassieker kunnen gaan werken met een bloembak of een hek. Ja, wordt het experiment wel afgemaakt? Nou, kijk, wat ik even wil is de test zeker stellen of die snelheid eruit gaat. De signalen uit de buurt zijn, ja, het is nu rustiger. Nou, daar willen we nog wel even een meting op doen. En daar hebben we nog even tijd voor nodig. Maar dit zal, als we dat weten, wordt het afgebouwd. Nou, dit experiment is klaar. Dan is het hier klaar. We willen natuurlijk nog wel een oplossing maken voor de bewoners. Want die klachten zijn hardnekkig en ook vrij stevig. En die snap ik ook. Bent u van de toezeggingen van de wethouder? Ja, ik ben tevreden. Ik hoop dat ze wat beter gaan kijken naar de toekomende locaties. Of dat slim is waar ze ze neer willen zetten. En dan hoop ik dat daar wat mee wordt gedaan. Ja, dat bewegende bos is natuurlijk ook een beetje voor de bühne. Het is een publiciteitsstunt. Natuurlijk vangt het CO2 af. En natuurlijk zullen er wel wat insectjes huisvesten. Maar dat zal allemaal niet zoveel. Voordat ze daar lekker gaan zitten is dat bos alweer wegbewogen. Ja, hè? Precies, en dan zitten ze op een andere plek. Dus ik denk dat het geen goede zet is geweest voor de sympathie voor dit bewegende bos. Het was een leuk idee. Ik had mijn bedenking in het begin. Uiteindelijk dacht ik, nou ja, misschien is het ook nog wel eens een keer leuk. Ja, het is geen halszaak, maar dit is foutje bedankt. Ja, ik wou wat anders zeggen, maar laat ik het maar niet doen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de bomen een vaste plaats vinden en de stad groener moeten maken. Of het experiment op deze manier een vervolg gaat krijgen, is lang niet zeker.